Hallo en welkom bij deze uitlegvideo voor Word 2010. In deze uitlegvideo ga ik je laten zien wat de belangrijkste knoppen zijn onder het tabblad Start. Een van de eerste dingen die ik je ga laten zien is hoe je het lettertype en de lettergrootte kunt veranderen onder dit tabblad. Hiervoor selecteer ik eerst even de woorden die ik wil veranderen en daarna ga ik naar het lettertype. Als je Word opent, staat het lettertype standaard op Calibri, maar deze kun je dus veranderen in het lettertype wat jij wil. Hiervoor druk je op deze knop en kun je een lettertype uitkiezen dat jij mooi vindt. Er zijn er heel veel, maar kies vooral een lettertype wat prettig leesbaar is of wat je gewoon mooi vindt. Nou, ik kies even voor dit lettertype, dat is een vrij dikke. Verder kun je kiezen om de lettergrootte aan te passen. Je ziet dat het hier op 24 staat, dat is een vrij groot lettertype. Maar deze kun je groter maken door hierop te klikken, of kleiner maken door hierop te klikken. Als dit te vaak klikken is, kun je ook gewoon op deze knop drukken en dan zie je alle lettergroottes waarvan je uit kunt kiezen. Hij geeft meteen een voorbeeld, dus je weet meteen hoe het eruit ziet. Het volgende wat ik je wil laten zien, is dat je de tekst nog verder kunt aanpassen. Je kunt het bijvoorbeeld dik gedrukt maken, dat noemen ze hier vet. Je kunt er ook voor kiezen om de tekst schuin te zetten of onderstreept. Daarnaast zit er ook nog een knop op waardoor je de tekst doorstreept. En dan ziet het er als zo volgt uit. Als ik hier wat verder naar de rechterkant ga, dan zie je dat je de tekst kunt uitlijnen. Dat wil zeggen dat de tekst aan een bepaalde kant van het blad staat. Ik heb hier standaard het op midden staan, maar je kunt ook zeggen dat je links wil. Of juist rechts wil. Wellicht wil je iets moois in je tekst zetten. Bijvoorbeeld een bepaald teksteffect. Daarvoor klik je op deze teksteffecten. En dan kies je een mooie vorm en kleur die je wilt. Je kunt ervoor kiezen om allerlei kleuren daaraan te geven. Ik heb even gekozen voor deze. Verder kun je de tekst kleur veranderen door op deze knop te drukken en dan een tekstkleur te kiezen die jij zou willen. Alle kleuren zijn er en je kunt zelfs als je deze kleuren die er standaard op staan niet leuk vindt, hierop klikken en dan kies je een kleur. Zoals zo. Verder zie je hier aan de linkerkant dan zie je allemaal knoppen voor knippen, plakken en kopiëren. Deze kun je gebruiken, maar wellicht is het handiger om daarvoor je rechtermuisknop te gebruiken. Je selecteert dat wat je nodig hebt. Je drukt op de rechtermuisknop en daar zie je ook knippen, kopiëren en plakken. Je kunt ook de sneltoetsen Ctrl-C voor kopiëren gebruiken en Ctrl-V voor plakken. Als je een woord selecteert, zie je de toetsen die ik je net heb laten zien op het klein boven het woord verschijnen. Hiermee kun je dus snel de dingen veranderen die ik je net heb laten zien. Nou, ik hoop dat ik je op dit moment voldoende heb laten zien over de basisknop. Een van de andere dingen die je hier nog in kunt veranderen is bijvoorbeeld de nummering. Ik selecteer even allemaal, ik zet ze weer even terug in het midden. En ik ga hier naar boven en ik zie hier stipjes staan en nummertjes staan. Nou, je kunt ervoor kiezen om een van deze vormen uit te kiezen, maar ik kies in dit geval even voor nummering. En je ziet dat keurig wordt genummerd. Nou, voorlopig weet je genoeg over het tabblad Start. Ik hoop dat je veel succes hebt bij het maken van je Word-document.